De deuren gaan na 39 jaar dicht. De bekende speelgoedwinkel Engelenbewaarder uit Nijmegen stopt ermee. De laatste 26 jaar daarvan runde Yvonne Roelofs de bekende winkel. Met vooral veel houten speelgoed. Hoe is het nou dat het stopt? Het zit er gewoon op. Het was hartstikke leuk. Ik heb een hele leuke tijd meegemaakt hier, echt 26 jaar. Ik heb het afgemaakt en nu is het klaar. Het is goed. Yvonne nam de winkel over omdat ze zelf een grote fan was. Ik kwam voorbij gefietst en toen zag ik opheffingsuitverkoop. Ik denk naar nou, de kan niet. De Engelbewaarder mag niet weg uit Nijmegen. Nou, uiteindelijk uh, heb ik hem overgenomen in 1996. Voor vaste klanten is dit natuurlijk ontzettend balen. Ik vind het een verarming voor de straat, voor de stad. Yvonne is natuurlijk een topwijf. En uh, ik rookte graag een sigaretje met haar. Maar ik koop hier al. Voor al onze kinderen, maar ook voor de negen kleinkinderen. Voor de geboorte. De oudste is nu dertien. Dus dat kan niet meer, maar de rest wel. Yvonne gaat niet alleen de winkel zelf missen, ook het bankje er pal voor was speciaal voor haar. Het bankje, dat is echt een heel speciaal bankje. Mensen kwamen erbij zitten. Af en toe werd er een sigaretje gerookt, af en toe werd er gehuild, werd er werd gelachen. Dat bankje, dat is echt een Nijmeegs bankje. Daar hebben echt heel veel mensen op gezeten. Een hele generatie groeide op met het speelgoed van de Engelse bewaarder. Best wel dat de moeders van toen, ja, dat zijn nu de oma's van nu.